Als we het over facturen hebben, kunnen we natuurlijk ook facturen uit het buitenland krijgen of facturen naar het buitenland sturen. Nou, facturen met het buitenland, die hebben, zeker als we ze versturen, wat extra aandacht nodig. Als we een factuur sturen naar het buitenland, dan bestaat voor de BTW het buitenland uit twee delen. Dat is de EU en de niet-EU. De EU, daar hebben we BTW-identificatienummers. In de hele EU hebben alle ondernemers een BTW-identificatienummer. En dat betekent ook als we een transactie doen met iemand anders in een EU-land, een andere ondernemer in een EU-land, dat we dat BTW-identificatienummer altijd op de verkoopfactuur moeten vermelden. Ook in binnenlandsituaties, als we BTW verleggen, moeten we dat BTW-identificatienummer van de afnemer vermelden op de factuur. Dat BTW-identificatienummer moet ook gecontroleerd worden en dat doen we in VIS, het Value Added Tax Information and Exchange System. En via de website van de Belastingdienst kun je dat BTW-nummer verifiëren. En als je dat nummer controleert, dan is het verstandig om daar een uitdraai van te maken en die uitdraai te bewaren in de boekhouding. Zo gauw ik ga factureren aan een ondernemer in het buitenland, en het is in de EU, dan moet ik kijken, wat ben ik nu eigenlijk aan het leveren? Zijn dat goederen of zijn dat diensten? Goederen, dan moet ik gaan kijken, vanaf waar worden die goederen dan geleverd? Dus we volgen werkelijk die goederen. Vanaf waar naar waar gaan die goederen? En als die goederen van het ene EU-land naar het andere EU-land gaan, en die goederen gaan dus over de grens, en ik heb in dat andere EU-land een BTW-identificatienummer, dan mag ik 0% BTW in rekening brengen. Dus ervan uitgaande dat die goederen van Nederland naar Frankrijk gaan, dan zeggen we de goederen vertrekken in Nederland, dus 0% Nederlandse BTW op de factuur. Dat betekent ook dat ik dat BTW-identificatienummer van de afnemer moet vermelden en op die factuur moet staan 0% plus intracommunitaire levering. En als het woordje intracommunitaire levering er niet op staat of intracommunitaire supply, dan moeten we in ieder geval zien van waar naar waar dan die goederen gaan. In mijn voorbeeld dat die goederen van Nederland naar Frankrijk gaan of van Amsterdam naar Parijs. Maar er moet een duidelijke verwijzing staan. Daarom adviseer ik eigenlijk mensen ook altijd, zet er in ieder geval op, wat is de destination van de goederen? Dan hebben we dat er al op staan en van welk magazijn vertrekken dan die goederen. Dat is dus 0% BTW. En dat hebben we eigenlijk alleen bij goederen. Bij diensten, behalve de uitzonderingen daar gelaten, daar hebben we geen 0% BTW in de EU. Daar kennen we BTW verlegd. We moeten dan de plaats van dienst bepalen. En de plaats van dienst is daar waar de afnemer gevestigd is, tenzij het een van de 6 uitzonderingen is. En die uitzonderingen zijn het verlenen van toegang tot evenementen, personenvervoer, werkzaamheden met betrekking tot onroerende zaken, cateringdiensten, diensten aan boord van een schip. Dat soort diensten, daarvoor gelden de uitzonderingen. En daar moeten we apart naar kijken. Er is ook een mooi schema, daar kunnen we dat allemaal in terugvinden. En daarin wordt die plaats van dienst bepaald. Maar de hoofdregel, en daar vallen dan de meeste diensten onder, is het is daar belast waar de afnemer gevestigd is. Dus dat betekent als ik een BTW-advies geef aan een Spanjaard, dat mijn afnemer een Spanjaard is, die heeft een Spaans BTW-identificatienummer. En dat betekent dat die dienst belast is in Spanje, daar waar de afnemer gevestigd is. Dat zou eigenlijk betekenen dat ik een BTW-nummer moet gaan aanvragen in Spanje en in Spanje BTW-aangifte moet gaan doen. Maar omdat ik die BTW kan verleggen, het is verplichte verlegging, zet ik op mijn factuur BTW verlegd, VAT reverse charge. En dat betekent dat die Spanjaard dan weet dat hij de BTW moet betalen en weer terugkrijgt als hij recht op aftrek van voorbelasting heeft. Dus als ik BTW ga verleggen, dan moet ik dat weer op de factuur zetten. En BTW verlegd is geen 0% BTW. Dus verlegd, dan heb ik ook alleen maar een netto regel. Dus ik heb alleen 1000 euro en dan BTW verlegd. Terwijl bij 0% heb ik 1000 euro, 0% BTW is 0 en weer een regel 1000 euro als totaal. Dat zien we
bij als we leveren binnen de EU. Dan kunnen we ook nog leveren naar buiten de EU. En dan hebben we te maken met export. En dan moet er export op de factuur staan. Dus dat is eigenlijk hetzelfde als een intracommunitaire levering. Maar nou ga ik goederen exporteren. En in plaats van intracommunitaire levering staat er export op mijn factuur. En als ik diensten verricht naar buiten de EU, dan kan ik de BTW niet verleggen. Want buiten de EU hebben ze geen BTW-identificatienummers. En dan zet ik op mijn factuur VAT out of scope, BTW buiten beeld, belast buiten Europa, als het tenminste zo'n hoofdregeldienst is. Nou, dat is in de notendop waar we met buitenland facturen mee te maken kunnen krijgen. We hebben vooral stilgestaan bij de verkoopkant, maar de inkoopkant is eigenlijk het spiegelbeeld. Dat betekent dat als ik uit goederen inkoop vanuit de EU, dan is dat een intracommunitaire verwerving als het om goederen gaat. En dat betekent dat ik dat moet aangeven in mijn aangifte. En dat ik, als ik recht op aftrek heb, mijn voorbelasting terugkrijg. Dat is vraag 4b en vraag 5b op het aangiftebiljet. En als ik goederen invoer van buiten de EU, dat ik invoer-BTW moet betalen. En die kan ik op mijn aangifte betalen als ik een artikel 23 vergunning heb. En heb ik die niet, dan betaal ik die invoer-BTW bij de douane. En neem ik diensten af, dan moet ik ook BTW betalen. En zijn het diensten in Europa, dan is die BTW naar mij verlegd. Dan betekent dat ik dat weer aan moet geven bij 4b en terugkrijg bij 5b. En komen die diensten van buiten de EU, dan moet ik ze aangeven bij vraag 4a. En dan krijg ik ze terug bij 5b. Hier zie je ook meteen het risico. Zo gauw er facturen uit het buitenland komen, inkoopfacturen uit het buitenland, dan moeten we voor de aangifte er altijd iets mee doen. Terwijl sommige medewerkers die facturen inboeken op de crediteurenadministratie denken, er staat geen BTW op, dus ik hoef niks te doen. Nou, dat is een groot misverstand. Met inkoopfacturen moet altijd iets gedaan worden op de aangifte. Die moeten we daar altijd terugvinden. En dat is dan in de hokjes 4a en 4b. En als we recht op aftrek voorbelasting hebben, krijgen we die BTW ook weer terug bij 5b. Je zou kunnen denken, is een plus en een min, maakt niks uit. Maar voor de BTW maakt het heel veel uit, want zeker in Europa wordt alles gevolgd in dat VIS-systeem. En als er niet aangegeven wordt, dan krijgen we vragen van de Belastingdienst. En dat is niet altijd even prettig. Dat was eigenlijk een kort stukje buitenland en facturen.